club uit Amsterdam. Gekhuis op de tribune. Niemand die ons stoppen kan. Ja, la, 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 la. Ja, 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 ja. Dit is Chess. En Chess is een heel groot fan van... Ja. En in het bijzonder van... Davy Klaassen. Nou, dan zou ik zeggen, hup, kom maar, jongen. Hup, hup. Mooi aangelegd. Hup, en door, en door. Kom maar. En nou verkoppen. Wat zou ik nou zeggen? Ja, dat is juist mijn probleem. Dat is een heel groot probleem. De bal gaat helemaal de verkeerde kant op. Niet goed, hè? Nee. Misschien handig, Davy, dat hij even laat zien wat hij kan. Ja. Hoe vind jij hem als kopper? Ja, ik moet meer met zijn voorhoofd. En je moet proberen hier te krijgen, net boven je ogen. Ja, je brengt je lichaam een beetje naar achteren, zeg maar. Ja. Waardoor je veel kracht kan zetten. Dus als die bal komt, met je hand, als je met je handen doet, dan kan je ze maar zo extra kracht zetten. Oké. Okay. Zo, en dan tak, juist. Oké, okay, eerst de oefening dat jij me even mij gewoon in mijn handen komt. Ja, okay. Ja, goed naar achteren en naar voren. Juist, veel kracht zetten. Juist. Ja, kijk eens. Ja. Kijk eens even. Vergeet de armen niet, hè? Kijk. Krijg je nooit hoofdpijn als je kopt? Nee, nou, zolang je hem echt hier goed raakt, gewoon vol erop krijg je geen hoofdpijn. Als je hem hier raakt of achterop, dat doet wel veel pijn. Oké. Okay. Ik ben nu al klaar voor de volgende oefening. Dat is iets meer uit beweging. Dan gooi ik hem in een vierkant en dan moet jij daarop gaan reageren waar die komt. Kijk eens, hè? Beetje iets harder. Juist. Oh, ja, die heb ik. Ja, je moet met je hoofd wijzen waar je heen wil. Okay. Dus als je hem daar wil koppen, doe je zo. Als je hem daar wil koppen, doe je zo. Oké. Okay. Ja, kijk eens. Hup, ja. Je mag ook duiken, hè? Ja, ja, ja. Ah, dat is ja, ja, dat is ook mooi. Kijk, hup. Hup, hoppakee, ja. Kant, lat weer. We willen graag met een kopbal tegen Feyenoord scoren. Ja, nou, dat is het allerliefste wat ik doe. Dat is echt... maar mij niet uit hoe ik score, maar... Scoren is scoren. Als ik een kopbal kan maken tegen Feyenoord, dan... Ja. Zou ik het zeker niet laten. Heb jij nog een laatste oefening? Ja, nu met de verdediger, denk ik. Dus, ja. Pas op. Ja. Oh, ja, de verdediger, ja, dat is iets moeilijker. Misschien dat je eerst naar achteren loopt. Dat hij denkt, oh, ik moet ook naar achteren en dan in één keer naar voren. Ja, 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 ja. Kijk, zie je, dat verwacht je niet, hè? Maar scheids, ik word ook weggedouwd. Pas op, hè. Pas op, ja, ja. Pas op. Maar niet uit, laat je niet gek maken. Oh, ja. Ah, ah. Penalty. Penalty? Ja, ja, ja. Ah, scheidsrechter, penalty. Penalty. Nee, ja, ja. Nee. Ik heb geen fluitje gehoord. Ja, sluiten. Opnieuw. Opnieuw. Ja, keeper kwam van de lijn. Opnieuw? Ja. Zeg je nou opnieuw? Ja, keeper kwam van de lijn te vroeg. Ja, ja, hij dacht dat jij in de rechterhoek ging schieten, hè? Maar we zijn gekomen voor het koppen. Ja. Ja, juist, kijk eens even. Kijk eens, hup. Echt goed. Je raakt die bal goed. Net goed. Ja, je knikt hem goed. Oké, okay, allerlaatste. Nu gaan we iets verder weg. Kom jij van de penalty stip? Ja. Geef ik een iets verdere voorzet. Oké. Okay. En dan kop jij hem binnen. Is goed. Ja? Ja. Kijk eens, hup. Laatste minuut. Ajax Feyenoord, 0-0. En dan ga jij hem maken, hè? Ja. Ja? Ga je dat beloven? Ja, natuurlijk. Oké, okay. Dan ga ik jou een voorzet geven. Dan kom jij hem binnen, ja? Oké. Okay. Ja! Ah. 1-0. Goed gedaan, gozer. Goed gedaan. Ja, goed gedaan, ja. Hey Jess, is jouw probleem hiermee opgelost? Ja. Bedankt nog één keer, Davy. Davy, dank je wel.